Het Nationaal Informatieinstituut heeft tijdens een evaluatievergadering met de overheidsvoorlichters de samenwerking over het jaar 2018 doorgenomen. De directeur van het NII, Clifton Limburg, sprak de voorlichters toe en bedankte hen voor de geleverde bijdrage. Beide partijen hopen op een veel gezondere samenwerking in het jaar 2019. Inderdaad hebben we collega's het afgelopen jaar prettig samengewerkt. En voor die goede samenwerking lijkt het mij gepast inderdaad om op deze laatste bijeenkomst u daarvoor te bedanken. Natuurlijk is het pad niet altijd even glad geweest. We hebben momenten gehad waarbij we misschien een te zwaar woord misschien, overhoop met elkaar lagen. Maar daarom is dit forum er, waarbij er dus uitgebreid over eventuele knelpunten gesproken is. Ik wil u vooral bedanken, niet alleen voor die samenwerking, maar zeker ook voor de wijze waarop we daar vorm aan gegeven hebben. En dat u dus steeds hebt willen participeren aan het overleg op de woensdag. Ik dacht, elke laatste woensdag. Sommige van de zaken door u aangehaald hebben we dus overgenomen. Als overheid hebben we een structuur opgezet waarbij de overheid beschikt over haar eigen communicatiepoot. Het NII, met ondersteuning van u. Wat zeker gewenst is, is dat we dit verder uitbuiten in die zin. We hebben GovTV en daar hebben we een C aan zendtijd. Ik wil je vragen even voor 2019. Buit het uit. Het is daar, het is voor, het is van de overheid. Maak er gebruik van. De overheid doet ontzettend veel en elk ministerie is on the go. Als het nou is binnenlandse zaken, just Paul, you just name it. Elk ministerie heeft ontzettend veel activiteiten die eigenlijk vertaald zouden moeten worden naar de gemeenschap. Misschien meer dan alleen met een simpel persbericht. Ik weet, apparatuur speelt ons soms in sommige gevallen parten of misschien personeel. Maar laten we er een begin mee maken en zoveel als mogelijk. Van maandag tot zondag, we hebben een C aan zendtijd. En maakt u er gebruik van, want u bent een professional. We zijn er niet om op uw stoel te komen zitten trouwens. Ik neem aan dat u dat niet als zodanig hebt ervaren. We hebben prettig samengewerkt. En ik wil u nogmaals daar echt namens heel NI voor bedanken. In het afgelopen jaar kan ik zeggen dat ik de samenwerking tussen NII en LVV als positief heb mogen ervaren. SBB is er niet zo lang bij, maar ik kan nu al zeggen dat de samenwerking heel goed was. Natuurlijk, als je pas begint, heb je begeleiding nodig. En ik mag zeggen dat de begeleiding vanuit NII heel goed is gegaan. Dus we zijn dik tevreden met de samenwerking. Ik mag zeggen dat de samenwerking tussen het NII en het ministerie van Sociale Zaken een vrij goede samenwerking is. De cameramannen hebben ons ten alle tijde geassisteerd waar wij ze nodig hadden. Mevrouw Bronnen heeft haar assistentie ten alle tijde verleend. We mochten haar 12 uur 's avonds ook bellen, dat was geen probleem. Ik ben in juli aangetrokken voor het communicatiegebeuren binnen het ministerie. En vooral voor de technische assistentie zijn we tot nog toe volledig aangewezen op het NII. Het is wel eens voorgevallen van uit de zijde van het ministerie dat er zeg maar op het laatste moment zaken qua communicatie moesten worden afgehandeld. Op het ministerie zelf moeten de berichten sneller gecorrigeerd worden, zodat we die sneller kunnen laten publiceren. But then again, zo is het in de communicatie.
En het NII heeft te alle tijden kunnen assisteren met vooral de technische assistentie. Wij moeten vooral gaan werken aan onze communicatie naar buiten toe. En we denken al aan een aantal producties waarbij we de samenleving gaan inlichten over bepaalde zaken. Een van de voorbeelden bijvoorbeeld is dat van de houttransporten. We willen de mensen gaan informeren hoe dat eigenlijk geschiet. Want wanneer zaken in het verkeerd gaan, kijkt men naar de SBB. Terwijl transport van hout over de weg niet onder ons valt. Bijvoorbeeld. Dus ik denk dat met zulke producties we de samenleving beter kunnen informeren wat er binnen die houtsector gebeurt. Ik vind het goed dat er een instituut is als het NII, het Nationaal Informatie Instituut. Er wordt op die manier een platform aangeboden voor alle overheidsinstanties om informatie op te doen. En de burgerij heeft dan één plek waar die naartoe kan om dat informatie te halen. Ik vind het goed dat er een centraal instituut is. Omdat, zoals ik het zeg, alles gebeurt centraal. En dat is belangrijk. Zo kan je de mensen ook beter bereiken. En zo kan de samenleving ook beter geïnformeerd worden, denk ik.